de start is gevallen. Dat zie je niet vaak. 8 paarden op 1 lijn. Nu valt er eentje terug, zijn het er nog 7 en nu zijn het er nog 6. En zo gaan we weg naar de eerste bocht. Aan de binnenkant Felicio de Jomax, die is het snelste. Felicio de Jomax, daarachter gaat inparkeren Elegant Castellet. De buitenkant Good Morning LG en die moet zich aardig strekken om daar voorbij te komen. En wie ligt daar al achter? Dat is Caruda Fligny. Dat zijn de eerste 4. Daarachter op plek 5 volgt aan de relingzijde Duke of Carles. Zo gaan de paarden de eerste bocht door. De leiding wordt overgenomen door Good Morning LG. Die mag gelijk rekenen op een aanval van die zwarte schicht aan de buitenkant. Dat is de favoriet, de mede-favoriet, Caruda Fligny. Helemaal aan de buitenkant komt Katsu naar voren, 3 dik. Opening 11-8 en Caruda Fligny neemt nu de leiding over. Caruda Fligny, Good Morning LG. Daarachter ligt Felicio de Jomax. Eerste paard aan de buitenkant is Katsu. Dan Elegant Castellet. Dan aan de buitenkant Born to Run. Ook aan de buitenkant ligt Graal de Busset. Aan de binnenkant Duke of Carles. En daarachter volgt dan de rest van het veld. De hekkensluiters op dit moment zijn Erwood de Cajul. En aan de binnenkant naast hem ligt Cocktail de Buwets. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Het tempo wordt ietsje uit de koers gehaald door Robin Bakker achter Caruda Fligny. Caruda Fligny, dan is hij in zijn element. Kopje naar beneden, lekker op kop van het veld. Dat vindt hij het mooiste. Gaat de volgende tussentijd neerzetten. Daarachter ligt Cocktail de Buwets. En het tempo is duidelijk naar beneden gegaan. 16-8 nu. Daarachter op plek 3 ligt Felicio de Jomax. Aan de buitenkant Katsu, die geen positie heeft. Gaat ietsje doorrijden naar voren de puit. Maar hij weet ook wel dat hij Bakker niet hoeft aan te pakken. Want daar komt hij toch niet langs. Dus hij komt uit op plaats 3. Plaats 5 aan de buitenkant is voor Born to Run. 6 aan de binnenkant is Elegant Castellet. En schuin daarachter ligt Graal de Busset. En daarachter aan de relingzijde ligt Duco of Carles met daarnaast Erwood de Cajul. Daarachter volgt dan Elton Trafo. En aan de buitenkant daarnaast is het Cocktail de Buwets. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog 1 ronde te gaan. Caruda Fligny dicteert het tempo. Caruda Fligny, tempo is weer ietsje naar beneden. Het zal nou ook geen 16 meer gaan. Dat zie je aan de houding van de meeste rijders. 19-5 en zo gaan we de laatste kilometer in. Caruda Fligny, Katsu. Daarachter is het Good Morning LG. Born to Run nu op plaats 4 met nummer 4. Daarachter op de 5e plek aan de relingzijde is het Felicio de Jomax. Dan Graal de Busset. Ook Erwood de Cajul schuift ietsje naar voren. En van de reling is afgekomen in de staart van het veld Cocktail de Buwets. Paarden gaan de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. Gaan door de Z-Turf bocht. En nog altijd de lengtevoorsprong voor Caruda Fligny. Caruda Fligny, Good Morning LG, steekt het kopje even binnen door. Maar kan daar natuurlijk nooit helemaal tussendoor. Jaap van Rijn heeft de handen meer dan vol. Buitenkant Katsu. Aan de binnenkant zit ook vast Felicio de Jomax. Heel mooi in de koers ligt Born to Run. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Tussentijd 14-7. Bakker is rechtop gaan zitten. Caruda Fligny doet het hoofdje iets verder omhoog. En dan kan hij nog ietsje harder ook. En dat zal vooral Good Morning LG goed uitkomen. Want die zit daarachter met de handen vol. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En het is Caruda Fligny die nu gaat versnellen. Pakt nu een anderhalve lengte voorsprong. Maar Good Morning LG ben je niet zomaar kwijt. Halverwege de Tjarda bocht gaat Good Morning LG naar het tweede spoor. En zo komen ze de laatste rechte lijn in. Maar de leiding is nog altijd voor Caruda Fligny. Caruda Fligny, Good Morning LG. Daarachter Felicio de Jomax. Aan de buitenkant komt Born to Run. Daar komt ook Graal de Busset. Het is spannend voor de overwinning. Aan de binnenkant Caruda Fligny. Buitenkant Good Morning LG. 12 rond, de laatste 500 meter. Bakker of Van Rijn? Bakker of Van Rijn? Bakker of Van Rijn? Het is Bakker voor Van Rijn. En daarachter was het de close voor plaats 3. 14-7, het scheelt weinig. We wachten op de foto.